10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, 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 ja. Als het goed is, als ik de store nu sluit en er komt zo meteen een nieuwe store, heb ik Edgar. Er staat nu dat er een gratis item beschikbaar is. En als het goed is, is dit de ziekste gratis item ooit. Ooit gewoon, ik ben apart vroeg aan bed gegaan, want het is momenteel zaterdag. Het was gisteren iets later geworden dan normaal. Ik ben gewoon een beetje moe, maar ik moest hier vroeg opstaan. Oh, yo, dit is zo nice, dit is zo nice. Er zijn trouwens ook allemaal nieuwe evenementen. Ik ben aasgevecht, dat is ook wel leuk. Kunnen we misschien ook wel met de Edgar doen, de nieuwe knokker. Maar we gaan hem in ieder geval vrij spelen. Oh, ik heb er echt zin in. En hopelijk als ik de store open, staat hij er. En anders heb ik dingen vet pech gehad, dan moet ik nog even wachten. Maar als jullie zin hebben in deze video, smis dan duimpje omhoog. Zouden we de 5000 likes kunnen halen? Dat zou heel nice zijn als dat gaat lukken. En abonneer natuurlijk. Blijf je op de hoogte van meer Brawl Star video's. En mocht je mij willen supporten, jullie weten het waarschijnlijk al, maar gebruik de code BOUNCE in de Brawl Star shop. En ik zie nu trouwens dat die niet te koop is. Of nog niet beschikbaar. No! No, 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 no. Nou, ik open de store nog een keer. Nope, weer niet. Hoezo is hij er niet? Hoezo is hij er nog niet? Wat? Zullen er iets in de club worden gezet? Wat is hij nu niet gratis? Wat? Wat? Het is... Wat is dit? Hij is al wel beschikbaar. Hij is gewoon al beschikbaar. Edgar, die staat hier al. Maar hij is gewoon nog niet te koop of zo. Hij staat er al. Hij kan wel gekregen worden. Open knokdoos om te ontgrendelen. Dat kan gewoon. Maar ja, hij moet gratis zijn. Hij zal gratis zijn. Oké, eventjes rustig. Zometeen komt hij heus wel tevoorschijn. Hoop ik dan. En trouwens, ik was al vergeten te zeggen. Maar je kan mij natuurlijk ook supporten door eventueel Bouws Army kleding te kopen. Link staat in de beschrijving. Of ga naar www.bouws.nl. Maar dit is wel erg vervelend. Ik kan token verdubbelen trouwens wel eventjes kleden. Wat zullen we gaan doen? Weet je wat? Zullen we gewoon even één potje doen? Doen we wel baasgevecht met Edgar? Dat vind ik wel leuk. En hopelijk als ik dan terugkom, dat hij gratis in de store is. Dat hoop ik. Want hij is gewoon al uit. Hij hoort gewoon al gratis te zijn. En dan denk ik trouwens dat Edgar toen toch geen geschikte knokker is hier. Ga ik vanuit. Want je doet helemaal niet zo heel veel damage. Het enige nadeel is wel dat je natuurlijk met je super jezelf kan healen en je teamgenoten. Dus als je wat verder bent en je hebt AP nodig, dan helpt dat natuurlijk wel. Maar sowieso geen geschikte knokken. Maar ja, dit is nog maar level normaal. Dan haal je het sowieso wel. Maar ik zie jullie zo meteen wel. En ik moet wel uitkijken dat ik niet tegen een teamgenoten schiet. Dat kan als dat opzettelijk is. Oh, ik moet nu even hier mijn super. Maar anders krijg ik, dan doe ik gewoon bijna helemaal geen damage. Maar ik zie jullie zo aan het eind weer. Nou, dit was hem bijna. Hij is bijna dood. Ja, dit was heel makkelijk. Het chill is trouwens wel dat ik punten vrij speel voor de Brawl Pass. Dus dat is wel nice. Ja, dan hebben we mooi wel puntjes erbij. 100 krijgen we erbij. Maar is er nu een keer weer iets nieuws in de store? Hoezo is hij niet in de store? Maar weet je wat? Ik weet het wel leuk gemaakt. Je hebt natuurlijk een nieuwe knokker. Ik wil toch eventjes proberen om één doosje te openen. Eentje. En dan kijken of ik hem uit die ene doos kan krijgen. En anders moet ik dan maar eventjes wachten. Maar het zou toch ziek zijn als dat gaat gebeuren. Dat gewoon één doos openen. Bam. Meteen Edgar. Het zou insane zijn. Dus we openen één doos. Code Bouws heb ik al ingevuld. Maar dat gaan we doen. Dat zou toch ziek zijn als we hier dan Edgar uit krijgen. Ik word helemaal gek. Hoe groot is die kans? Het is 0,59% kans. Dus het is behoorlijk klein. Maar het zou toch ziek zijn als het gaat gebeuren. De rest van mijn edelstenen bewaar ik. Maar gewoon eentje voor de content zou het gewoon insane zijn. Als ik zoveel geluk heb dat ik het meteen krijg. Ah nee, dat helaas niet. Het zou bizar zijn. Ik schakel trouwens even over naar een tweede account. Even kijken of die daar wel te krijgen is. Lol, ik heb echt het idee dat de servers nu vastlopen. Wat? Ik moet me weer opnieuw aanmelden. Net had ik dit ook al en toen deed hij het ook niet. En dit is dus, ik probeer nu op mijn tweede account in te loggen. Het gaat niet echt goed, er is nu allemaal chaos. Ik wil mijn nieuwe knokken, maar volgens mij wil iedereen massaal nu zijn nieuwe knokken krijgen. Oké, ik zit nu te kijken. Ik zit in een soort van chat van Brawl Stars. In ieder geval, veel meer mensen hebben daar last van. Ik ben niet de enige. Dus heel Brawl Stars loopt op dit moment vast. Iedereen wil Edgar krijgen. Wat? No, en ik dacht een mooie video erover te maken. Ik laat wel aan zien als ik er weer in kom. Maar dit kan misschien wel eventjes gaan duren. Ik vind het echt heel bizar. Heel Brawl Stars loopt vast. Ze zijn ermee bezig, zie ik. Ze zijn ermee bezig. Nou, we zijn ondertussen alweer na 5 minuten à 10 minuten verder. Ik had deze video mij toch even iets anders voorgesteld. Ik dacht echt, nou, dit is wel weer zo gefixt. Valt een beetje tegen. Ik zit hier nu, camera aan. Brawl Stars opname.
gewoon aan het wachten totdat ik er een keer doorkom. Maar het hele spel spaced hem gewoon. Het is echt heel bizar. Zijn er nog updates gegeven? Het is veel meer dan dat. Oké, misschien dat het wat langer gaat duren. Het hele spel spaced hem gewoon. Gewoon puur omdat Edgar nu vrij is. Omdat iedereen nu Edgar wil claimen. Dit is niet normaal. Nou, ondertussen een kwartier verder. Ik denk dat ik de camera maar even uit ga zetten en de opname ga stoppen. Tot ik er recht in kan komen. Dit is echt heel bizar. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, dat het spel zo erg vastliep. Dus, ik zag trouwens wel dat sommige mensen er wel in zijn gekomen. Als het goed is, hebben sommige mensen al Edgar gewoon wat kunnen pushen. Dat is wel insane. Terwijl dat iedereen niet in de game komt, sommige mensen die hebben hem gewoon al. Maar ik doe de opname dus even uit en ik zie jullie op een moment dat we wel in de game kunnen. Het is wel goed dat ik de camera even heb uitgedaan, want het is momenteel een uur verder. Maar ik zit er weer in, wel mijn tweede account. Maar ik durf bijna niet over te schakelen terug naar mijn hoofdaccount. Maar ik wil natuurlijk Edgar krijgen op mijn hoofdaccount. Maar we hebben hem nu in ieder geval op mijn tweede account. Let's go. Oh, joh, dit is echt niet normaal. Maar ik wil hem natuurlijk op mijn hoofdaccount krijgen. Want dat is natuurlijk het account waar het echt om draait. Oké, hopelijk gaat het goed. Ga het doen. Als je nu vastloopt, ik word helemaal gek. Alsjeblieft. Nee, ik heb in ieder geval Edgar kunnen claimen op mijn tweede account. Ik was er gewoon door. Maar dit heeft... Ik heb hier gewoon een uur lang op refresh lopen drukken. En toen was ik er door. En ik was al bang dat ik dan niet door zou komen op mijn hoofdaccount. En dat is inderdaad het geval. No. Had ik nu maar even een potje gespeeld met Edgar op mijn tweede account. Maar ik heb hem in ieder geval op mijn tweede account. Dat is gelukt. Dus ik ben er heel eventjes doorgekomen. Dus dat is nice. Oh, maar dit is niet wat ik wil. Oké, nou, ik ga even 5 minuten proberen op mijn hoofdaccount. Anders doe ik de camera weer even uit. En dan zie ik jullie dan zo meteen weer. Nou, 5 minuten verder. Ik baal echt van mezelf. Waarom moest ik leven? Ja, omdat ik natuurlijk Edgar wil op mijn hoofdaccount. Maar, hij deed het gewoon even. Ik had eventjes kunnen pushen met Edgar op mijn tweede account. Nou ja, is niet anders. Ik doe de camera weer even uit. Ga ik hier weer verder proberen te refreshen. Totdat hij het weer doet en dat ik Edgar op mijn hoofdaccount kan krijgen. Dus tot zo. Dit is echt bizar. Dit heb ik nog nooit meegemaakt in de Brawl Stars geschiedenis. De hele servers zijn gewoon overbelast. Ik zag een comment of tweet van Frank die zei dit. Long story short, of lang vooral kort. In ieder geval, ik zal het even in het Nederlands zeggen. Er zijn zo onverwachts veel mensen die zeg maar in proberen te loggen in Brawl Stars. Het gaat waarschijnlijk om miljoenen. Zoveel mensen wat ze nog nooit eerder hebben meegemaakt. En dat betekent dat zeg maar bijna niemand kan inloggen. Het lukt trouwens sommigen dus wel om in te loggen. Dat zegt hij ook in zijn tweet. En dat is mij dus ook gelukt op mijn tweede account. Maar op mijn hoofdaccount lukt het maar niet. En ik zit nu alweer dik een half uur te wachten. En het probleem is, deze video die ik nu aan het maken ben, die wil ik vandaag al uploaden. Dus ik vind dat ik moet hier nu iets mee. Ik denk, wat moet ik doen? Ik kan nog onontiegelijk lang wachten. Of ik moet hier dan een video van maken. Maar ik heb ook een Brawl Stars app van de makers van Brawl Stars. Daarmee, dat is een andere server. Dat werkt anders. Daar kunnen we dan even een potje spelen met Edgar. Dan doen we dat. En dan binnenkort als de service het weer doen. Dan log ik weer in en dan gaan we gewoon op mijn hoofdaccount Edgar vrij spelen. En dan ga ik gewoon meteen naar maximaal level upgraden. Dat komt dan in de video van morgen. Maar de video vandaag is dan toch even heel anders dan verwacht. Maar ja, hier kan ik ook niet zoveel aan doen. Dit had niemand zien aankomen. En zoals jullie zien zit ik momenteel in de dev build van Brawl Stars. Ik had er al een video over gemaakt over Edgar. En toen had ik hem al getest. Maar ik wou hem gewoon krijgen op mijn hoofdaccount. Maar dat kan dus helaas niet. Maar we doen even 1 potje met Edgar. Moeten we wel tegen bots spelen. Kunnen we niet tegen echte mensen doen. Dus dat is wel erg jammer. Maar ja, is niet anders. Dan doen we gewoon even 1 potje. Volgens mij is deze map momenteel live in Brawl Stars. Kunnen we wel even checken. En dan gaan we in die map met bots gaan we even spelen. In de map waar we anders ook in hadden gespeeld. Ja, inderdaad. Deze map is momenteel live in Brawl Stars. Dit is de map die momenteel online staat als solo en duo showdown map. Dus we doen hier even een potje in met Edgar tegen bots dan helaas. Ja, dit is echt heel bizar. Ik heb het al een paar keer gezegd, maar ik heb dit nog nooit meegemaakt. Terwijl dat Edgar zo belachelijk goed is. Hij is zo goed. Het is gewoon de beste knokker. En daarom wordt misschien iedereen ook helemaal gek. Ja, natuurlijk wordt iedereen helemaal gek dat je gewoon een gratis knokker krijgt. Maar omdat hij dan ook nog zo goed is, dat maakt het extra ziek. Ik heb ook veel misschien van andere YouTubers, andere Brawl Stars YouTubers. En eigenlijk was iedereen het erover eens. Edgar is bizar goed. Echt, iedereen zei dat gewoon. Ik denk alleen Edgar tegen een Bull of Shelly is hij niet heel goed. Maar bijvoorbeeld zo'n Sprout.
geen schrijfvakantie. En ik kan mijn gadget aanzetten en dan krijg je gewoon meteen je super. En die super is ook zo ziek. Die is zo ziek. Met, kijk, ook tegen... moet hier even iets doen. Maar ook tegen een Daryl. Die heeft geen schrijfvakantie. Kunnen deze even openen. En dan krijg je ook gewoon HP erbij als je kistjes opent. Dat vind ik helemaal ziek. Moet nu eventjes wachten. Eventjes HP erbij. En dan gaan we op die Penny. Kom dan, Penny. Waar heeft hij zijn super? Hij heeft daar zijn super daarachter staan. Dat is ook chill. Je kan ook gewoon de eerste shots ontwerpen. Edgar is zo goed. Edgar is zo goed. Oh, ik baalde zo van dat ik hem maar niet kan krijgen om hem te counten. Maar ja, we gaan zo meteen weer de hele tijd proberen in te loggen en te doen. En dan ga ik hem dan ook upgraden naar maximaal level. Maar die video krijgen jullie morgen te zien. Maar ik ga nu eens springen op die boel. Kijken wat er gebeurt. Kijken of ik hem ook... Het is zelfs een boel. Niet normaal. Edgar is zo bizar goed. Ik wil hem op mijn hoofd te counten. Maar dat kan nu nog niet. Maar ja, dat ga ik wel fixen. Ik blijf gewoon de hele dag proberen in te loggen. En dan zien we wel of het gaat lukken. Maar dit was in ieder geval voor deze video. Ik wil jullie alsnog bedanken voor het kijken. Ook al was het wel een hele rare video op deze manier. Hopelijk hebben jullie alsnog een beetje genoten. Maar dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later maar. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!